boord van de Estrella. We hebben zojuist het schip gereed gemaakt voor ons vertrek, ons doel vandaag. Vandaag zullen de asverstrooiingen vanuit Scheveningen op de Noordzee plaatsvinden. We varen straks uit vanaf de haven, de tweede binnenhaven van Scheveningen, door het gat naar de zee toe. En ongeveer 4,5 tot 5 kilometer vanaf hier gezien wordt het schip stilgelegd. Daar zullen de assen één voor één verstrooid worden. Dit doen wij door alvorens de scheepsbel te luiden. 8 glazen. In de marinewereld een teken van de wisseling van de wacht. Heel symbolisch vandaag. Als de as is verstrooid, zal de kapitein een grote cirkel varen rondom de plaats waar de verstrooiing hebben plaatsgevonden. De plaats wordt gemarkeerd door een bloemengroet die wij namens Aqua Omega straks zullen geven. Als deze cirkel is voltooid, wordt het schip nog één keer stilgelegd en zullen we 3 keer op de scheepshoorn blazen. 3 lange stoten, waarvan de laatste langer is dan de voorgaande 2. Waarna de vlag, die straks op mijn teken half mast wordt gehangen, weer ten top wordt gehezen en we varen weer terug naar de haven. Mijn naam is Sebastian Smit. Namens Aqua Omega wens ik u heel veel sterkte. Dank u wel. Kapitein, kunt u de vlag half mast aan? Ja, de eerste Duitse vlag. De gastvlag gaat eerst. Dames en heren, omdat we ook enkele Duitse assen aan boord hebben, zullen we ook de Duitse vlag half mast hijsen. En straks zal de Nederlandse vlag ook half mast hijsen. Dus eerst de gastvlag. Voor de kijkers thuis, dit is de kapitein vandaag, Thomas Heimerits. Goedemiddag. Thomas, we kunnen vertrekken, we zijn er klaar voor. Awesome. Ja? Mooi. Okay. Acht minuten voor 4:30. We zijn klaar voor vertrek. We zijn later vertrokken dan de bedoeling is. Maar in de maritieme wereld zit het soms tegen. Het is niet anders. En we zullen straks de camera een vaste positie geven. Waardoor u een overzicht krijgt van het achterdek. Ik zal daar samen met mijn collega Jaap Roos. Dag Jaap. Zal ik gaan staan. En ik zal de overledenen die aan boord zijn de laatste begeleiding geven naar zee. Als wij de zee hebben bereikt, dan kom ik weer even bij u terug. Hou jij je aan? Zet je aan?
Zoals u ziet, verlaat het schip nu de haven. We gaan langzaam van de kant af. Altijd nog nabestaanden op de kade. Die het schip vaarwel wensen, althans. Het schip met as. Op onze weg naar buiten hebben we één tegenligger. Zodra die binnen is, gaan wij die kant op naar buiten. Vaart. Steendoord aan boord. Links is hij Roos, rechts is hij Smit. Dat wetter is maar richtig, zonnig. Richting zee krijgen we wat meer wind op het ogenblik. Maar de temperatuur is mild. Wil ik nog even benadrukken dat dit gewoon een experimentele uitzending is. Dat we niet alles in beeld hebben wat we opnemen. Dat het wel eens een klein beetje mis kan gaan. Maar we doen ons best. En dat elke keer verbeterd. Voor onze Duitse gasten. Het is nog immer een probezending. We verzoeken het zo correct mogelijk te maken, om het af te stralen. Maar we zijn net als vals geeft. Dat zijn we daarvoor. We verlassen jetzt die haven. De Feuertour. Komt als strand. En dan ben je door de pier van Scheveningen. Daar, die raden bij ons hadden we rood wijzen. Het zijn ook nog aanbeurgen die ons als nacht wenken. Goede vaart. In de zon doen we dat meer vanaf op het vast. De zon is als zilver. Als een prachtig. Klein beetje deining naar de vorige rij.